Waarom kunnen onze ouders niet met elkaar opschieten? Ze maken elke dag ruzie. Ik ben er ziek van. Maar vandaag zijn ze te ver gegaan. Benny, ik denk dat ze gaan scheiden. Dit is een ramp, Annie. Thomas, het is voorbij. Pak je spullen en ga. Oh, dat is een afknapper. Arme papa. Ik weet het, zus. Het is hartverscheurend. Het is makkelijk om dingen te verdelen. Maar hoe zit het met de tweeling? Die splitsen we ook op. Jij blijft bij mij, Annie. En jij, Benny, blijf bij mij. Benny heeft een beetje problemen. Papa, haar moeder hielp haar altijd om zich klaar te maken voor school. Maar nu woont Benny bij haar vader. En hij is niet goed met borstels. Oh, dat doet pijn. Wees voorzichtig, pap. Ik wil niet kaal worden. Het is niet mooi. Oké, het haar is gekamd. We moeten alleen nog een mooi kapsel maken. Laat eens kijken wat het internet ons vertelt. Wauw, zoveel opties. Te veel. De situatie is onder controle, Benny. Papa kan alles doen. Daar gaan we dan. Ik moet het hier vastbinden. Draai het daar. En als bonus krijg je dat mooie make-up. Je kunt op papa rekenen. Klaar. Vind je het leuk? Papa, dit is een nachtmerrie. Ik zie eruit als een vogelverschrikker. Dat is het. Ik ga naar school. Ik heb genoeg masterclasses gehad van het internet. Tieners. Hoe heeft Candace het gedaan? Mama is goed in haar en make-up. Maar niet zo goed met apparaten. Oh nee, de kraan sloeg op hol. Kom op, zet uit. Ze kan die kraan niet alleen aan. Help me toch. Ik ben hier, mam. We hebben handdoeken nodig. Veel handdoeken. Dat is beter. Goed gedaan, Annie. Het is ons gelukt. We hebben de kraan dichtgeplakt. Dat zal het wel oplossen. De situatie is onder controle. Maar papa deed het vroeger veel beter met de reparaties. Au, wat is het deze keer? Wat is het probleem? Een been is eraf gevallen. Ik vraag me af of het verbonden kan worden met tape. Mam, er is een verkleedwedstrijd op school. Ik moet het doen. Goed idee, Annie. Laten we ervoor gaan. Jouw kostuum zal het beste zijn. Dat beloof ik je. Candace weet veel van handwerken. Een mooie jurk maken is een fluitje van een cent. Zit stil, Annie. Vertrouw me, dit wordt een meesterwerk. Maar Benny is niet blij met de wedstrijd. Ze heeft niet het juiste kostuum. Ik wou dat mijn moeder hier was. Ik kan papa haar niet daar vragen. Daar is hij. Wat is dat, Benny? Zeg het maar. Wauw, een kostuumwedstrijd. Je moet je inschrijven. Ik zorg dat het gebeurt. Misschien moeten we dat maar niet doen, pap. Ik zal er zijn, Benny. Thomas zit altijd vol goede ideeën. Hij wilde altijd al ontwerper worden. Benny, we maken zo'n kostuum voor je. Iedereen zal jaloers zijn. En jij gaat zeker winnen. Het enige wat je nog moet doen is hier een beetje inschroeven. Benny, het is geweldig geworden. Ja. Hier komt het moment van de waarheid. Ontmoet onze deelnemers. De tweeling Annie en Benny. Je ziet er goed uit, zusje. Papa heeft zijn best gedaan. Lachen. En hun ouders zitten in het publiek om hen te steunen. Annie, denk er niet aan om te lachen. Papa is zo creatief. Thomas, kon je geen beter kostuum bedenken? Laten we nu eens kijken wie de winnaar wordt. En de prijs gaat naar het superheldenkostuum. Het is een welverdiende overwinning. Je kan geen goud winnen in een kartonnen pak. En een plastic jurk is ook niet goed. Misschien heeft de jury het mis. Onze meisjes zijn de beste. Jee, mam geeft kookles. Ze is zo'n goede kok. Al haar eten is echt gezond. Je doet het geweldig, Annie. Ga zo door. Ik ga de kip in de oven doen. We hebben een koninklijk diner vanavond. Papa is niet goed in koken. Welk recept hij ook probeert, het resultaat is hetzelfde. Het brandt aan. Het is een totale mislukking. Maar dat is niet erg. We gaan verder met plan B. Hallo, we willen graag een pizza. Haast jullie. Klassieke vader. Het kind fastfood voeren? Mama zou het niet goedkeuren. Annie en Candace hebben alles klaar. Eet smakelijk. Vind je het lekker? Zeker weten. Het is echt lekker. Mami, stel je eens voor wat Benny nu aan het eten is. Dat is hilarisch.
papa kan helemaal niet koken. Ja, pizza misschien niet zo gezond. Maar het is heerlijk. En morgenavond eten we hamburgers. Dit is geweldig. Mam, ik heb een verrassing voor je. Kijk, kaartjes voor de première. Laten we ons klaarmaken. Alsjeblieft. Ik heb hier altijd op gewacht. De dingen die je doet voor je geliefde dochter. Je kunt zelfs naar een tienercomedy gaan. En Benny wil ook naar de film. Het is jammer dat papa het altijd druk heeft. Hey. Stop met werken, papa. Laten we naar de bioscoop gaan. Benny, ik heb nog veel te doen. Laat me niet af. Weet je, mama zou dat niet doen. Goed dan, laten we gaan. Het aas werkte. Natuurlijk heeft het gewerkt. We hebben eeuwig op deze première gewacht. Dit gaat leuk worden. Mam, Annie, jullie zijn er ook. Verrassing. En de tweeling heeft zoveel om over te praten. Jammer genoeg zijn hun plaatsen zo ver uit elkaar. Ja, ja, we zullen stil zijn. Dat beloven we. Mama en papa vinden ook wel iets om over te praten. Hey. Waarom niet over een oude wrok? Het is een goed moment om ruzie te maken. Ze zijn een verloren zaak. Annie, het wordt moeilijk. Wat gaan we doen, zus? Ze kunnen het niet goed maken. Papa, waar ga je heen? Oh wel, mama gaat ook weg. De première was een mislukking. Je weet nooit wat je vindt als je opruimt. Dat is Thomas' shirt. Hij moet het hier vergeten zijn. En het ruikt als thuis. Thomas, ik mis je zo erg. Ah, de herinneringen. Dit is zo triest. Niet huilen, mama. Het is goed, Annie. Met mij is alles goed. Je kunt gaan, liefje. Dit is onaanvaardbaar. We moeten ze helpen het goed te maken. Papa is ook verdrietig. Kenneth is charmant. Zo lief en mooi. Ik mis je zo erg. Ik ben het, papa. Wat ben je aan het doen? Ik heb je. Helpt hij om mama's foto's? Papa, het komt allemaal goed. Ik denk dat er nog steeds een kans is om ze weer bij elkaar te krijgen. Omdat ze nog steeds van elkaar houden. Zus, we moeten praten. We moeten papa en mama terug samen krijgen. En het is dringend. Ze zijn helemaal losgeslagen. Doe je met me mee? Dat is een goed idee. Maar we hebben een goed plan nodig, Benny. Dit is ernstig. Wat zouden we kunnen bedenken? Het moet super romantisch zijn. Laten we het doen, zus. Operatie familiereunie starten. Mam, geen tijd om het uit te leggen. Laten we je blinddoeken. Je staat een verrassing te wachten. Kom op, laten we gaan. Papa, we moeten praten. Het is een zaak van leven en dood. Natuurlijk. Papa heeft de druk zoals gewoonlijk. Maar hij zal afgeleid moeten worden. We zijn al laat. Kom met me mee. Ja, ja. Hou je ogen dicht. En niet gluren. Komt in orde. We zijn al op onze bestemming. Blijf hier, mam. Wat is er aan de hand? Annie, waar ben je? Wees stil, pap. Blijf daar staan. Genoeg gekletst. Het is tijd om de wereld te zien. Wat een verrassing, Thomas. Goed je te zien, Candace. Mam, pap, tijd voor een toetje. Geniet ervan. We laten jullie alleen. Nog een leuk gesprek. Candace, dat hadden we niet moeten doen. Uit elkaar gaan was een vergissing. We hebben het gedaan. We zijn weer een gelukkig gezin. De tweelingzusjes hoeven niet gescheiden te blijven. Heb je genoten van ons familieverhaal? Zou jij ook wel een tweelingzusje willen hebben? Vertel het ons in de reacties onder de video. En zorg ervoor dat je deze video leuk vindt. Abonneer je op ons kanaal en klik op het belletje. Mis geen enkele geweldige nieuwe sketch op Toon Toon Wow.